bij de OutC Street Park Workout. Vandaag bestaat weer twee gedeeltes. Eerst gaan we werken aan de strength gedeelte. Ja, dat is eigenlijk drie sets van 50 seconden backskill in een I, daarna in een A. En daarna gaan we 60 seconden supine of Chinese plank, supine plank eigenlijk op je rug liggen. Ja, eerst het eerste gedeelte uitleggen. Wat gaan we doen? Backskills. Maar wat zo overwaard komt, die gaat nu eerst een I-vorm doen. I, maar nu gaan we dat op de grond doen. We gaan pulseren. Dat betekent dat je steeds omhoog gaat. Gaat liggen? Nou, ik ben een I. Ja, je trekt je trekt iets omhoog. Hè? Dus niet helemaal vanaf de grond. Iets omhoog. Billen aan. Wat ga je doen? Pulseren. Ja, dat doen we 15 seconden. Ja, het ziet er heel simpel uit, maar succes. En ja, dat ga je goed in je bovenrug voelen. Ja, nu hebben we de I gemaakt, dan gaan we natuurlijk naar de A. Maak van jezelf een A, eigenlijk achter je, een soort van Superman. Precies hetzelfde. Je trekt jezelf van de rug, van de grond. A maken. Pulseren. Ja, dat doen we ook 15 seconden. Vervolgens. Gaan we naar de supine Chinese plank. Wat is de bedoeling? Ja, ik wil zo dat mijn billen van de grond afgaan. Ja, en dat ik eigenlijk alleen maar een contactpunt heb met mijn rug en met mijn tenen. Wat komt dat op neer? Ik zet eigenlijk helemaal druk omhoog. Ja, mijn billen zijn van de grond. Schouders in, spanning houden. Ja, hoe doe ik dat? Mijn hamstrings trekken van de grond, rug tegen de grond aan. Ja, hou ik dan 6 seconden vol, nogmaals. Hop. Ja, als ik een hand tussen kan doen, dan is het goed. En ontspannen. Ja, vervolgens, na 6 seconden, ga ik weer door naar de I, de A. En dan ga ik weer naar de supine Chinese plank. Vervolgens doe ik dat totaal, dus 3 setjes. En die wil je veel succes voor het eerste gedeelte. Die pakken we gaan.